doel met een seconde of met een paar secondes aan bonificaties beslist worden. Omdat die twee zo dicht bij elkaar zitten. Maar ja, wij kijken gewoon van dag naar dag en we gaan vanavond weer een strijdplan voor morgen maken. En dan gaan we weer kijken hoe we ervoor staan. Hoe mentaal sterk schat je de inspanning van Vingegaard in dat hij dat gat nog terug dicht rijdt op de flagshot? Ja, ik denk dat in ieder geval een hele goede opsteker was. En ook, hij is nu denk ik drie keer achter elkaar op een gat gereden door Pogacar. Vandaag ook, maar vandaag komt hij wel terug. En is daarna in ieder geval minstens even sterk. En kijk, als ploegleider hoop je dan, oh ja, nu gaat hij daar meteen overheen. Maar dat is natuurlijk ook gewoon de wens dan van als ik in de luie stoel in de auto zit. Is dat wat je doet op dat moment? Gaan? Ja, zeker. Of in ieder geval dat hij het moet proberen. Alleen hij weet natuurlijk zelf veel beter dan ik wat mogelijk is. En nogmaals, ik denk dat hij een geweldige koers heeft gereden. En nogmaals, de hele ploeg ook. Alleen... ja, Pogacar heeft dat ook gedaan. Worden jullie dan gek als je ze daar ziet verplassen? Bijna? Ja, dat is altijd heel spannend natuurlijk, zo'n rit en zo'n finale. Maar uiteindelijk weten die jongens natuurlijk ook wel heel goed zelf wat ze moeten doen. En is het ook duidelijk dat ze naar elkaar keken, dat ze ook niet meer voor elkaar op kop willen rijden. Grisha, als je naar de rit van vandaag kijkt, wie mag zich de morele winnaar noemen? Ja, nou ja, Jonas is de morele winnaar. Hij wint een seconde terug. Alleen heel veel kunnen we ons daar ook niet voor kopen. Jullie hebben vandaag een andere tactiek dan de voorgaande dagen gekozen. Het was echt werken aan een uitputtingsslag om te kijken hoe Pogacar daarop zou reageren. Ja, nee, we wilden de koers hard maken en dat hebben we gedaan, denk ik. Is dat dan het gehoopte resultaat wat eruit komt voor jullie? Nee, het gehoopte resultaat was dat Pogacar vandaag een kwartier verliest. Maar dat is helaas niet gelukt. Dat betekent op de lange adem dat Pogacar ook kan wedijveren? Ja, hij is gewoon een geweldige doen, hè? Jonas en de hele ploeg van ons is dat ook. Alleen ja, Pogacar is ook gewoon in supervorm. En dat is gewoon een strijd op een heel, heel hoog niveau. En wij gaan gewoon hetgene doen wat voor onze renners het beste is. En dan hebben we geen invloed op hoe goed Pogacar is. Als er iemand de prijs van taaiheid verdient, is het vandaag Jonas Vingegaard. Wat zeggen jullie in de auto dan nog in het oortje op het moment dat het verschil zo klein is? Ja, dat hij zich terug moet knokken en ik had er eerlijk gezegd ook goede hoop in dat hem zou lukken. Maar ja, dat is heel knap dat hij dat kan, om eerst op een gat gereden te worden en dan nog wel weer meter voor meter terug te komen. En uiteindelijk samen met Pogacar over de top te gaan, dat was zeker taai. Dit was een van die ritten die jullie omcirkeld hadden als een kans om Pogacar te lossen, hè? Dat klopt. En hoeveel van die kansen komen er nog? Hoeveel cirkeltjes hebben jullie nog gezet? Nou, er komen nog een paar hele zware ritten, er komt nog een hele zware tijdrit. Alleen ja, zoals gezegd, hè, we hebben geen garantie dat Pogacar daar minder is dan Jonas. Alleen ja, we gaan gewoon onze koers rijden. En is het ook een beetje het gelijk nu al van tot op bonificaties te konden rijden, tot dat echt nodig is? Ja, voor het moment blijkt dat wel. Dat kan wel dat de komende dagen nog één van de twee een keer kraakt. En dan wordt er wel met minuten gegooid. Maar op dit moment lijkt het er wel op dat de bonificatieseconden heel belangrijk gaan zijn. Thank you.